Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik ga jullie vandaag nog eens eventjes een vlechtkapsel laten zien met een My Model kappop. En deze keer wordt het de watervalvlechttechniek. Die ziet er zo uit, de watervalvlecht. En ik zal jullie vandaag aan de andere kant van het hoofd laten zien, aan deze kant dus, hoe ik dat gedaan heb. Als eerste kammen we het haar goed door. Dan pakken we een pluk haar. Het beste is van onder. Dan delen we dat op in twee delen. Dan draaien we die. En dan pakken we één plukje van boven. Dat leggen we ertussen, dat plukje. En dan draaien we de plukjes weer. We slaan de eentje zo eroverheen. Dan pakken we weer een plukje van boven. Dat leggen we er weer tussen. En dan leggen we die andere er weer overheen. Dan pakken we weer een plukje van boven. Die leggen we er weer tussen, tussen de twee plukjes. En dan slaan we die weer eroverheen. Dan pakken we nog een plukje van boven. Dat leggen we er weer tussen. En dan slaan we dat weer over het andere plukje heen. Dan pakken we weer een plukje. Dat plukje leggen we weer tussen onze beide plukjes die we al hebben. We pakken die ene die rechts ligt en die kruisen we over het plukje heen. En dit gaat de hele tijd zo verder, totdat de vlecht helemaal aan het einde is gevlochten. We pakken dus weer een plukje van boven. Dat plukje leggen we weer tussen onze beide plukjes die we al hebben. We pakken dan dat ene plukje van onder en dat slaan we over het nieuwe plukje heen. Dan pakken we weer een plukje van boven. Dat plukje leggen we er weer tussen. En dan leggen we dat weer over het plukje. Nu zie je dan de plukjes, hoe ze er vallen. En zo zie je dan ook waarom het de watervalvlecht heet. Het valt gewoon naar onder als een soort waterval. En zo kun je dan de hele tijd doorgaan. Als je een pluk hebt die lang genoeg hebt, dan kun je helemaal rondgaan. Maar deze is dat niet. Die komt langzaam ten einde helaas. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval het principe hebben kunnen begrijpen. Je hebt dus twee van die plukjes, die kruis je dan over. Dan pak je van boven weer zo'n nieuw plukje en dan leg je dat oude plukje er weer overheen. Ik zal het nog even een paar keer voordoen. Even alles goed aantrekken. Dus van boven pak je een plukje, die leg je ertussen. Dan leg je dat andere plukje er overheen. De plukjes van boven die trek je dan ook een beetje strak. Dat is ook belangrijk, dan blijft het kapsel mooi strak. En dan pak je nog een plukje. Van boven. Dat leg je er weer tussen. En dan leg je dat plukje er weer overheen. Zo. En dan trek je het plukje weer aan. Pak je weer een nieuw plukje. Dat leg je weer tussen de beide plukjes. En dan trek je deze lange plukjes weer eventjes aan op het einde.
Ik denk dat we het nog één keertje kunnen doen. Dus een plukje pakken van boven, ertussen leggen en dan dat andere plukje eroverheen doen. Zo. Dit is nu dan onze watervalvlecht, het kapsel ervan. Dan kun je, als je klaar bent, nog een clipje erin doen, een klemmetje. Zo, en klaar is ons kapsel. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je nog meer suggesties hebt, voor kapsels, laat het me dan weten. Schrijf het maar in de reacties en ik zal dan eens kijken of ik er wat mee kan. En geef me ook een duimpje omhoog voor de video. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!